Als je ziet, de spelers spelen vandaag voor het eerst met elkaar. Dus we hebben hiervoor ook niet kunnen trainen of iets dergelijks. Het was puur om elkaar te leren kennen. En om spelers te zien die voor het eerst ook meedoen. Dus die een kans willen maken om geselecteerd te worden. Dus, maar het ging boven verwachting erg goed. Ze klikten echt goed. Want wat voor spelers heb jij geselecteerd? We wilden voornamelijk om te proberen het hoofdklasseniveau, eerste klas. Eventueel een paar tweede klas spelers die exceptionele kwaliteit hebben, dat wel. Dus jongens uit Spijkenisse, Smitshoek spelen daar sowieso. Ronnie Nauwe, IFC bijvoorbeeld, om een naam te noemen. En uit heel het land, alle hoofdklasses. Ja. Toch zag ik er ook een profvoetballer tussen lopen, Eriksson Danzo. Hoe heb je die opgetrommeld? Ja, Eriksson zit even nu zonder club. En we hadden al eerder contact om eventueel mee te doen. Dus zodoende heeft hij de tijd en de ruimte om nu te spelen, om minuten te maken, wat ook belangrijk is voor hem. En als wij hem daarbij kunnen helpen om eventueel weer aan de club te komen, zullen we dat zeker doen naar aanleiding van de kwalificatie die komt. Want je hoopt natuurlijk dat er meer proefballers gaan aansluiten, of is die hoop nihil? Ja, je zit met een dilemma met Aruba, omdat als je jong bent en zeer talentvol, en je bent 18, 19 of misschien 20, en je bent heel talentvol, dan hoop jij natuurlijk nog van het grote oranje. En dan kies je niet voor Aruba. Dus vaak zitten wij met spelers die 7, 28 zijn en misschien de gedachten van Oranje hebben laten varen. Daar hopen we dan op dat die... En wat voor namen moet ik dan denken? Nou, we hebben nu nog bijvoorbeeld Breinburg hebben we nog van NEC. We hebben Marlon Pereira van Cambuur. Joshua John van FC Twente. Dus we hebben wel wat namen natuurlijk. Nou, nu bijvoorbeeld Eriksson Danzo doet ook bijvoorbeeld mee. Dus er zijn nog wat extra spelers die we willen benaderen en die ons benaderd hebben om te spelen. Dus wat dat betreft stijgt het niveau alleen maar. Want de drie namen die jij nu noemt, die hebben aangegeven van wij willen spelen op het moment dat het competitieprogramma toelaat. Ja, tuurlijk. En de omstandigheden, want ik zeg nogmaals, we zijn met dit project begonnen en toen stonden we 1e laatste van de wereld. En we staan nu 120ste. En als ik Kazachstan of Liechtenstein, dat niveau, daar zitten we nu al op. En dat is best wel hard gegaan in 2 jaar tijd. Nederlands elftal zit in een EK-kwalificatiepool met landen die gerankt zijn, net als ons op de FIFA. Dus wat dat betreft gaat het erg hard en het niveau stijgt. En daardoor zou het fijn zijn als je dan ook nog eens een aantal spelers krijgt die op professioneel niveau hebben gespeeld. Maar goed, we blijven ons best doen. We zijn Aruba en... Dus het gaat steeds beter, daar zijn we heel blij mee. Want je noemt het project waar jullie mee bezig zijn. We hebben natuurlijk in de afgelopen maand allemaal gehoord van het project van Curaçao, waar Kluivert mee bezig is. Jullie zijn eigenlijk al een ronde verder dan Curaçao, hè? Ja, klopt. Dat komt omdat door de stijging op de FIFA-ranking zijn we de eerste ronde vrijgeloot. Wat natuurlijk al fantastisch was, want Aruba was nog nooit door de eerste ronde gekomen. En die zijn we nu al vrijgeloot, dus het is al een historisch feit. Dus nu maken we ons klaar voor de tweede ronde tegen Barbados. En, voor Curaçao is wel iets anders. Dat is een projectmatig iets wat nu gericht is richting het WK. En wij zijn meer beleidsmatig bezig met het optillen van het voetbalniveau op Aruba. Dus de trainers beter onderrichten, een hoger niveau halen op het voetbaleiland zelf qua niveau. Dus je moet het vergelijken met een eerste klas. Als je de juiste trainers, de juiste spelers, gaat het misschien naar de hoofdklasseniveau. Dus het is meer gericht op... Stevig fundament leggen. Een stevig fundament leggen voor het voetbal op Aruba zelf. Dus niet zozeer gericht richting een WK of een Caribbean Cup of een CONCACAF. Maar gewoon het voetbaleiland zelf, het niveau, voetbalniveau daar omhoog te krijgen. Want eer dat je een WK haalt, eerlijk gezegd, zal nog heel ver weg zijn, toch? Nee joh. Nee joh. Kom je daarbij? Nee. Dat denk ik zomaar. Ja, nee, ik ook. Ik weet de sterkte ook van Barbados helemaal niet. Nee, kijk, iedereen wil dromen. Nou, dat moet je ook altijd, zeker op zo'n eiland leeft dat. En dat is allemaal goed. Hè. Mensen mogen hopen. Hoop doet leven. Maar het is voor ons al een prestatie. We zijn nu voor het eerst al door naar de tweede ronde. Nou, halen we de derde ronde, is er nog 1 ronde weg voor de pool. Ja, kijk, en dan kom je landen tegen als Mexico en Honduras. Ja, en... Succes! Ja, precies. En dan is het gewoon een kwestie van echt genieten dat je dat überhaupt gehaald hebt. Dus dat moet ik zeggen is wel een stiekeme hoop dat we de pool zouden mogen halen. Dan is dat al voor onze WK.